Hey guys, welkom terug bij een gloednieuwe video. Ik ben Joni Auxilia. Ik maak content op YouTube, Instagram en TikTok. Volg me op mijn socials. Dat zou helemaal top zijn. En ik ben weer terug met een vlog voor jullie. Ik ga vandaag naar het SFB concert. Het is ook mijn birthday weekend. Het is vandaag 20 oktober. Nog 2 dagen. En dan ben ik jarig. Ja. Ik ga niks groots doen met mijn verjaardag. Ik ga gewoon uit eten met vrienden en zo. Keep it casual, keep it casual. Maar ja, het is nu. Ik weet niet hoe laat het is. Het is waarschijnlijk rond de 1 uur. Ik ga even een dutje doen, want ik voel me zo moe. Want ik was echt vroeg opgestaan vanavond. Ik was echt vroeg opgestaan, want ik had een afspraak. Dus ik ga nu even een dutje doen. Ga ik zo meteen opstaan. Klaarmaken en dan gaan we naar het concert. Ja, ik heb ook gisteren mijn haar geïnstalleerd. Because, hoor dit, ik zou mijn haar gaan doen bij Chichi Hair Club in Amsterdam. I was so excited, hè. Einstein, ik besefte van, ik wilde vandaag mijn haar doen, zeg maar, in de middag. Zodat ik al in Amsterdam zou zijn voor het concert. Maar ze had geen tijd. Toen dacht ik van, oké, ik maak wel 19 oktober een afspraak. Maar in mijn hoofd, tell me why dat ik een afspraak om 9 uur 's ochtends maak. Like, wie gaat 6 uur opstaan om de trein te pakken? Besef kwam achteraf dat ik gewoon vroeg moest opstaan. Dus moest ik het naar annuleren. En ik dacht van ja, ik heb ook geen zin om te gaan stressen wie mijn haar kan doen. Last minute. Dus ik dacht van weet je wat, ik ga het gewoon zo doen. En ik vind het wel, dit moet nog een beetje even gefixt worden. Ik vind het wel, het heeft wel wat. Het moet nog gesteld worden. Ik ga denk ik krullen. Ik heb het ook zelf geblondeerd. Maar ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien vanavond. Mijn pakketje van Pretty Little Thing is vandaag binnengekomen. Want ik had een jurk besteld voor mijn verjaardagfoto. Of ja, voor mijn verjaardag etentje. En de dress... De dress, ik weet niet, het geeft me zo angelic vibes. Begrijp je wat ik bedoel? Oké, dit is de jurk. Like, kijk gewoon even hoe mooi hij op mijn lichaam. Dit moet wel een beetje naar beneden. Gaan we zeggen, is hij vies of zie ik het gewoon niet goed? Like, ik zie me al helemaal, hè? Ik zie me al helemaal gaan. Yo, guys. Oké, het is... Waarom is het licht zo donker? Oh mijn god, deze belichting is zo slecht, maar... Het is nu tijd. Ik moet zo snel uit huis gaan. Want ik ga nu naar Amsterdam. Ik zie al, deze vlog gaat all over the place zijn. Ik hoop... Ik ga mijn best doen om gewoon goed te vloggen. Dit is de outfit. Wacht. Ja, dit is de outfit. Even goed laten zien. Negeer die troep. Anyway, dit is de outfit. Top van de Zara. Jurkje van Missy Empire. Foams. En gewoon hoogzoek van de Prima. En dan met mijn witte Telfar tasje. Dit is de make-up. De haar. Ik hoop dat mijn haar gewoon gaat overleven. Laat me dat zo zeggen. Maar ja, dit is de make-up. Heb ik gewoon echt snel gedaan. Ik heb zoveel haast. Want ik moet gewoon met mijn vriendin gaan afspreken. Maar. Like, het licht is echt slecht. Maar. Ik zit uit als een elfje. Maar oké. Let's go. Ik ga nu de trein pakken. En mijn vriendin meten. En waarschijnlijk eten halen. Dan spreek ik jullie wel. Oké, wacht. Laten we even hier lopen. Guys, we zijn nu in Amsterdam. Als ik zeg die rij, gaat gewoon bijna weer naar Rotterdam. Waar is Fai? Fai? Waar de fuck ben je? Ik ga stuk. Die rij is zo lang. Wie roept mij? Oh, ging me bijna aanvallen. Die rij is zo lang. Het gaat gewoon weer terug naar Rotterdam. Het is zo erg. Kijk, daar is het gebouw. Die ding gaat helemaal zo. Zelfs om de hoek. Dus dat gaan we even doen. Shotjes. We gaan naar een bar. We gaan lekker shotten.
Ja, oké, Faye en ik zijn gewoon bij een bar gaan zitten. Ik weet niet eens of in mijn voice. Ik ga gewoon ondertiteling doen. We zijn gewoon bij een bar daar bij die arena gaan zitten. We gaan gewoon shotjes nemen, want die reis veel te lang om in de kou daar nuchter te staan. Laten we dat zo doen. En deze haar is helemaal ontploft. Kom je jas? Oké, ik ga even lachen. Monica! Oké, even je uitje. Ja! Oké. Oké. This is from. Oké, je uitje. Zo, de skirt is van Top. En de shoes are van Gucci. Oké. Als je kijkt. Allemaal. Zara. Yes. Hey. Wow. Is dat je fit? Oké, okay, day 2. Oké, opnieuw. Hi guys. Oh, dat vind ik het vreemd. Als je kijkt. Luna! Oké. Let's get it. Top van de Zara. Yes. Rokje van Missy Empire. Missy Empire. Ze is voorbereid. Yeezy. Schoenen van de Yeezy. Period. En tasje van Telfar. Yeah. Oh ja, period. Okay. We gingen letterlijk hier zo, gewoon tegenover Avat, gingen we lekker shotjes doen. En nu? Er is gewoon... Maar eentje. Er is geen rij. Er zijn letterlijk geen rijen. Ik heb het niet gehad. 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 Ik heb het ni
van je vlog zeker? Ja, zeker. Hey! Dames en heren, ik ben Necio. Wat ik doe is... Wanneer is het Necio? Vooral als je het omdraait op. Ik heb gefloat op Amapiano, zij was daarbij. OMG! Vallen jullie op jongens die fluiten op Amapiano? Ik ga je houdt van... Hey, Fai! Hey, Fai! Hoe waren mijn... I need you to lie! Hey! Hey! Kleine dansie! Kleine dansie! Kleine dansie! I need you... It's my birthday. Second of all, you know what? Ik ben jarig. Guys, het is 22 oktober vandaag, zaterdag. Ik ben jarig geworden. Nee, gisteren, 21ste, heb ik niet veel gedaan, waardoor ik ook niet echt ging vloggen gisteren. Ik was naar het concert gegaan. Het concert was zo leuk, zo gezellig. Ik heb zoveel mensen gezien en. Het was gewoon een en al gezelligheid. En daarna ging ik uit. Daarna ging ik uit naar Stuw. Zeg maar, die vond ik wel een beetje wat meevallen. En daarna kwam ik gewoon naar huis. Volgende dag. Huis opgeruimd. Ben ik mijn foto's gaan maken met mijn zusje. Die foto's zijn zo leuk geworden uiteindelijk. En nu, vandaag, ik word wakker. On the birthday. En mijn oma en mijn opa en mijn moeder kwamen zeg maar ontbijt op bed brengen, kwamen ze zingen voor mij. Ik ga stuk. In de glorie. Hoera! En dan ga ik gewoon, je toch, minding my own business. En toen kreeg ik een belletje van, hey, fotoshoot. 3 uur, terwijl het al 1 uur was. Are you down? And I was like, oké, waarom niet? Ik heb toch niks te doen, daar niet van. Maar
is wel gewoon, oh mijn god, is wel gewoon een kort dag. En ik moet me gaan klaarmaken, want ik word over 20 minuten opgehaald. Dus ik moet nu razendsnel mijn make-up doen. En dan gaan we zo naar de fotoshoot. Dus ja, echt leuk man. Maar ja, zover. Ik krijg heel veel berichtjes binnen, echt van iedereen. Ik waardeer het zo erg. Dat, ja. Zeg maar, dit is wel de eerste keer dat ik me wel echt jarig voel in een hele lange tijd. I don't know. Maar ja, ik ga even snel mijn make-up doen en dan... Guys. Mijn kamer is ook echt troep geworden weer, terwijl ik het net heb opgeruimd. En ja, ik ga later met vriendinnen uit eten. En daarna gaan we... Zo, ik zit echt het leven in mijn gezicht te blenden. En ik weet niet wat we later gaan doen, om heel eerlijk te zijn. Guys, ik ben zo benieuwd. Nee, al echt een tijdje wil ik, zeg maar, beginnen met fotoshoots. Zeg maar, mijn portfolio starten en zo. Because, dat is wel iets wat ik leuk vind. En ik vind dat het, zeg maar... Het is een manier voor mij dat ik soort van... moet toch out of my comfort zone gaan, want als het ligt aan groepsverband en ik ken mensen niet en je staat letterlijk in de spotlight, dan kan ik best wel, je toch, ik voel me dan niet op mijn gemak, terwijl ik wil juist gewoon nog steeds op mijn gemak voelen in zulke situaties. En ik denk met model zijn krijg ik een beetje van beide kanten, want ik vind het leuk om foto's te maken. En het haalt me uit mijn comfortzone. Dus, ik weet niet eens hoe lang ik nog heb. Oh my god. Ik moet wel gewoon even goed doen, want als mijn make-up er niet uitziet, blijf ik gewoon thuis. Guys, als ik je zeg... Ik ben zo aan het haast. Is hij er al? Is hij er al? Oh. Guys, hij is er al. Oh mijn god, dat kan ik niet maken. Wacht. Oh mijn god. Wanneer is dat? Hij is er al en je zit gewoon midden in je make-up routine nog. Dit gaat sowieso nergens op slaan, deze haren van mij. En vooral hoe ik gelijk naar buiten ga, gaat het gewoon... Dat kan niet. Oh my god, waarom alles zo? Dit ding is ook op. Dit is erg. Oké, guys, dus ik ben nu op locatie. We zijn in het topsportcentrum van de Kuip. Guys, mijn haar ziet er oké uit, mijn make-up. Ik ga nu even, wat zou ik doen? Oh ja, ik wou mijn haarband weghalen. Die licht is niet mooi aan deze kant.
zo. Oké, guys, dit is de outfit. Ik moest even omkleden. En dit is zo kan. Ik laat jullie wel zien. Oh, ik vind deze wel die echt mooi. Ik ga vragen of Jeff van mij kan filmen wanneer ik zeg maar mijn foto's moet maken. Zondag, de laatste dag van het weekend, ook het einde van mijn birthday weekend.
ik ga vandaag wel gewoon. No, first of all. Ik heb deze week echt genoten van mijn verjaardag. Ik ben naar SFB gegaan. Gewoon het etentje. We waren nog gisteren naar Café in the City gegaan daarna. Het was ook gewoon gezellig. Ik ben ook echt. Ik vond het ook echt leuk voor de dames die gekomen zijn die het met me wilden vieren. Ik ga vandaag. Je weet toch wanneer je gewoon bij de ademen bent. Ik ga vandaag met mijn oma en opa met de familie gewoon eten. Want mijn tante is morgen jarig. Ja, we waren gisteren bij Madame Chen gaan eten met de dames. Het was zo gezellig daar. Like, y'all really made my day. En SFB was zo leuk. Dat, ik zeg je wel echt eerlijk. Misschien ook met de mensen die ik zag en met wie ik was. Maar ik had het echt naar mijn zin. Echt wel een van de leukste dagen. Na Afro Nation was dit wel echt een van de leukste dagen in het jaar. Gewoon puur die nostalgie dat je dan krijgt bij elke tune. Je weet toch, wanneer zeg maar, die tune komt, je hart gaat gewoon van. Like, really. Hey, het was zo gezellig. Echt. Maar ja. Ik ben aan het filmen. Vlog aan het maken. Ja, ik ga vandaag met de familie eten. En hierbij sluit ik ook gewoon vloggen. Gewoon lekker genieten met de familie. Toch, oma? Ja. Ook bedankt iedereen die mij heeft gefeliciteerd. Het waren zoveel berichten. Ik waardeer echt letterlijk iedereen die gewoon wat heeft gezegd. I appreciate y'all so much. Dankjewel voor het kijken. Subscribe, like, share met je vrienden. Volg me op mijn socials. En tot de volgende vlog. Ja. Yeah.